De organisatiecommissie Verkiezing Jeugdparlement 2017 heeft vandaag een informatiesessie gehouden voor de kandidaten. Deze heeft plaatsgehad in het Stardust Hotel. Het doel van deze infosessie is om de kandidaten zo goed mogelijk te informeren over wat er gedaan gaat worden, wat van ze verwacht wordt en wat ze te wachten staat. Henry Lamsberg, voorzitter van de kiescommissie, gaf een uiteenzetting en drukte de kandidaten op het hart om eerlijk en sportief te blijven. Laten we een fair play blijven. Wees sportief. Ga geen zaken doen die in feite buiten de regels zijn, want die kunnen aan het vuur komen te staan. Dus maak gebruik van de gelegenheid om zaken goed te doen. Je hebt de ruimte, je krijgt de tools vandaag, je krijgt extra tools. Andere mensen hebben deze tools, maar ik krijg vandaag wat extra niet, maar gebruik ervan. Ga ervoor, ga voor een eerlijke kans. Jullie allemaal die hier zijn, zijn in staat om binnen te komen. Maar helaas weten we, er zijn maar 29 plaatsen beschikbaar. Maar ondanks we slechts 29 plaatsen hebben die binnen kunnen komen, gaan we het toch netjes doen. Weet één ding straks, als je gekozen bent tot jeugdparlementariër, dat jij een van de belangrijkste poten zal zijn van de jongeren die samen een bundeling moet maken om één stem te brengen richting de minister van Sport en Jeugdzaken. Jullie weten allemaal hoe belangrijk het is als je een stem kan hebben, als je een inspraakorgaan bent, als je kan aandragen wat de jongeren willen hebben. De kandidaten werd voorgehouden dat het niet zo moet zijn dat wanneer zij gekozen worden, zij vergeten wie hen ondersteund heeft. Het contact met de jongeren moet blijven, zegt Lamsberg. Hij geeft verder aan dat jongeren door zich kandidaat te stellen reeds een beetje verantwoordelijkheid op zich nemen. Hij doet een beroep op hen om een voorbeeld te zijn voor Jong Suriname. Participatie is daarom belangrijk. Dit wordt ook benadrukt door Rachel Koningsbloem-Pinas, directeur jeugdzaken van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Waarom is het goed om stil te staan bij de manier waarop we kunnen participeren? Onze rol in deze samenleving is niet beperkt tot de functie die we bekleden. Onze basisfunctie die we altijd hebben, ook wanneer we lid zijn van het jeugdparlement, ministerraad of de president, is om bij te dragen als persoon en als deel van deze samenleving aan het goed functioneren daarvan. Als we in deze basisrol geen goede job doen, dan zullen de overige rollen die mensen in de samenleving vervullen niet het maximale kunnen opleveren. Het is ook goed om te zeggen dat de verkiezingen van het jeugdparlement niet op zichzelf staan. Ze zijn onderdeel van het jeugdbeleid dat er gevoerd wordt. De afgelopen jaren hebben we het eigenlijk genoemd het geïntegreerd jeugdbeleid. Omdat we weten dat het ministerie van Sport en Jeugdzaken die coördinerende rol vervult. Maar er zijn nog andere ministeries, pakweg 8 ministeries, die ook specifieke taken hebben gericht op de jeugd. Bijvoorbeeld justitie en politie als het gaat om de bescherming, opvang, begeleiding, rehabilitatie van jongeren. Het ministerie van Volksgezondheid als het gaat om gezondheid van kinderen en adolescenten, onderwijs, etc. Dit jeugdbeleid heeft natuurlijk een belangrijke doelstelling. En dat is het persoonlijkheidsgevoel en het gevoel van dienstbaarheid aan de samenleving bij de jeugd te ontwikkelen. Zie daarom jongeren, kandidaten, jullie aanwezigheid hier als onderdeel daarvan. We staan op het punt om voor de 5e keer de jeugdparlementsverkiezingen te organiseren. Rachel Koningsbloem-Pinas, directeur jeugdzaken van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Ze sprak vanmorgen de kandidaten jeugdparlementariër toe tijdens een infosessie. Koningsbloem-Pinas ondersteunde de voorzitter van de kiescommissie Henry Lamsberg door de kandidaten eveneens op het hart te drukken om sportief te blijven en het onderste uit de kan te halen.